Er moet een Europese instantie komen die toezicht houdt op de financiële sector. Dat zei eurocommissaris Nelly Kroes maandagavond in de Grote Kerk in Breda. Kroes sprak daar tijdens de tweede Nassau-lezing, georganiseerd door BN de Stem en Ernst & Young. U kunt zich voorstellen dat zeker de afgelopen weken, maanden kan ik bijna zeggen, dat er grote druk uitgeoefend is hier en daar. Moeten we met die staatssteunregels niet een beetje anders omgaan? Het is toch echt een hele grote andere ontwikkeling dan wat we gewend waren. Het is echt een crisis. Kroes boeide de 400 genodigden met haar toespraak die ruim 2 keer zo lang duurde als gepland.